precies. Dit schijf, ik zit hier met een nat ding. Oké, dan niet. Dan gaan we wat scoren met Stanley. Ben je op zoek naar alle goedkoopste coins van Nederland? Ga dan naar fifacoinskopen.nl en gebruik die code Matty voor extra korting. Hebben. Oh, dit heb ik 100 keer gedaan, maar het blijft leuk. Prank! Mensen, kinderen, het is zo gruwelijk warm vandaag. En wat doe je op een warme dag? Insmeren! Sodemiet erop, man. Je springt in het zwembad. Of je gaat een team bouwen met de Eredivisie Team of the Season. Dit wordt mijn team met 11 Eredivisie Team of the Season spelers. En we gaan kijken of onze Eredivisie ons trots kan maken. Op doel! Piappie! Het centrale duo. Oei. Bottegien was daadwerkelijk de enige Eredivisie Team of the Season centerback die uitkwam tijdens de Team of the Season Benelux. Oftewel, volgens EA was dit dus daadwerkelijk de beste centerback die we hadden in het seizoen 2014-2015. Linksback is bekend. Bees. Dan een rechtsback. Ja, die hadden ze niet in de Eredivisie. Dus dan wordt dat Klaasie. De drie centrale middenvelders worden Sodemiet erop, man. Vlijnovic, Guardado, Wijnaldum. Poeh, stil allemaal, hier is Ziyech. En de voorhoede lijkt me duidelijk. Pretty damn good. Het jammer is dat Klaasie maar 2 chemistry haalt. Maar zullen we de 100 chemistry halen met de trainer Peter Bos erbij? Net niet. Wel, net wel. Wat lul je nou, joh? Ik ben benieuwd hoe dit speelt. Laten we het testen. Ik eet gewoon brood met muisjes. Ondanks dat ik al 10 jaar geen nieuw broertje meer heb gehad. Gewoon episch lekker, man. Mooi. Ik heb zoveel verwachtingen van de Pai. Dat is echt ongelofelijk dit, jongen. Vroom, vroom, daar gaat Memphis met zijn 99 pace. Ja, Memphis met zijn 99 pace. Boeia! Deze man is ziek goed, ouwe. Zie je? Nee, zie je is dood. Nee. We zijn hier bijeengekomen om Hakim te herdenken. Dat was de beste van Sesamstraat alle tijden. Nee, dat was Gerda. Er zit iemand in Sesamstraat die heet Gerda, hè. En voor de nieuwe subscribers, Gerda was de oude stem van Google Translate. Hallo, ik ben Gerda. Daar is Memphis, de Pai Boy. Oh, hij gleed weer uit over een klein beetje smeersel. Een klein beetje smeersel, Oh, Memphis, boom. Ah, er is hij weer. 12 minuten erin, hè. Wat een vent, hé. Oh, ik ga me even insmeren. Ik heb alleen volwassen olie en geen babyolie, maar kijk of ik ga shine in de zon. Smeer je in! Dan gaat je koppie lekker shinen. Oh, vettige controller. Oeh. Ja, weet je wat leuk is? Ik ga jullie echt een hele leuke anekdote vertellen, jongens. Mijn broertje ging gisteren, ging die zwemmen. Was hij zich vergeten in te smeren? Wat dom, jongen. En toen ging ik de hele dag het smeer je liedje aanzetten. Smeer je! Super prank, hoppa! Chippy eroverheen! Ik moet zeggen, deze tegenstander is best nog wel aardig goed. Nee! Hey, Sillesse Jappie, jongen! Pak hem! Komt hij op Jappie? Oh, wat heb Jappie een goede controle! Doe me echt denken aan de halffinale van het WK. Zo, prank! Gaan met de bal de andere kant op. Oh nee, ach, daar wil ik helemaal niet aan denken. Ah, kut, zo, nou denk ik er weer aan. Nou is mijn hele video verpest. Die ene kans van Robben toen Mascheranus zijn anus scheurde. Mascheranus. En geen... Machano. Toch, Robby? Machano. De ongedwongenheid van Wijndalem! Maar dat zie je, de ongedwongenheid van Wijndalem. Zie je toch wel weer die ongedwongenheid, hè? Ondanks dat hij het gewoon heel goed doet tegen Wijndalem. Nou, zo goed doet hij het helemaal niet tegen Wijndalem. Moet ik daar nu een remix van maken als ik een boer laat? Zeg, Basie, hoe laat is het? Tijd om in te smeren, het is alweer rust, joh. Smeer je in! Ik ben bijna vergeten dat ik gewoon 4-0 voor sta en dat ik gewoon aan het rekken ben. Mi amigo, guardado, boem boem. Oh nee, joh. Het is een beest, daar ga je wel van huis. Oh, kut, nee joh. Bruh. Het houdt niet op, niet van. Dit is echt gewoon belachelijk. We hebben gewonnen. Oh, hoe laat is het? Tijd om je in te smeren. Nee, het is tijd om... Wacht. IJsklontjes. Yo, dit is lekker, ouwe. Svenny, waarom weer nou weer contractverlenging? Altijd salarisverhoging, je lul. Het spijt me, vergeet... Lepel. L-E-P-E-L. B is goed, maar staat op de verkeerde plaats. Daarover gesproken, even een shoutoutje naar Ron Jans weer. Laatst weer dubbel gelegen om die Ron Jans edit. De echte, de neppe Ron Jans. Met zijn lingo. Zou er goed in zijn. Kijk. Keukenrol. Hey. Oh.
Briljant. Check zijn link wel in de beschrijving. Wat een gast, jongen. Het lijkt net bubbeltjes plastic, hè. Het zijn ijsblokjes, hè. Hey, Marloes. Wil met je. Dat is het enige wat ik bij het team kan bedenken. Ah, brain freeze. Ah, het arme brain freeze vond. Dit is volgens mij echt niet goed voor jou, hè. Oh, de ijskrontjes plakken naar gel. Plakken de plak. Ik plak naar babyolie en gel. Wow, deze pas was random. Maar de pijn gaat erachteraan. Oh, goed. Oh, goed. Het gaat intikken. Oh shit, je ziet nu mijn chips op de achtergrond van Aldi die hier al 3 weken liggen omdat ik het van geen meter lust. Ik zie er echt tegenop om deze zak open te maken. Echt heel vies. Oh, kakjes. Huh? Hij scoort gewoon. Super erbij. Super erbij. Onderkeeper. Oh, ik wou zeggen, hoe kun je nog falen met onderkeeper heen lopen in dit spel? Deze man wordt echt compleet gerekt. Kom, Ziyech is echt insane goed, jongen. Dit is echt... hoe maak je die niet afhouden? Mi amigo Guardado. Altijd de Guardado. Ja. Oh, krijgt het weer koud. Ah, oh, gadverdamme. Nee, hij lekt helemaal. Poepjes, kijk. Kijk. Nee. Nee. Niet doen. Fluit af, please. Fluit af. Fluit af. Fluit af. Svenny. Svenny. Wat is dit? Fluit af, please. Dit schijf. Ik zit hier met een nat ding. Oké, dan niet. Dan gaan we maar scoren met Svenny. No way! Ik zit hier met... Ik heb hier een in mijn broek geplaste vlek, hero! Dit is niet waar! Wel lekker, zo'n nat broekie. Ik plas al vaker in mijn broek trouwens, maar dat mogen jullie niet weten. Als Sven van Beek het kan, maar dan kan Botten Giet het dan niet. No way. No way. No way. No way! Dit slaat helemaal nergens op. Pottegien! Erik, Pottegien. De godverdomme, Erik. Hou je bek, jongen. Hou je bek, Ronnie. Dit is zo goed van hem. Als Pottegien het kan, dan moet Jappie toch ook kunnen? Nee. Oh, nee. Ja, kut, kut, jong. Echt een mis... Oh, zikke skilla's. Oh, bruh. De penalty. Erik, ga niet hier staan, Erik. Oké, dat geef ik wel voor. Op de man die daar eigenlijk had moeten staan om die voorzet aan Erik te geven. Toen zit het andersom. Oké, ronde verder. Ik zit nu in de halve finale. Ik vind eigenlijk dat we het gewoon af moeten maken. Wow. Oh, fantastisch team. Leuk, joh. Oh, daar is die alweer door. Oh, wie is die gast? Ah, Miranda. Miranda, ja, Miranda heb down. Miranda heb down. Oh, kutjes. Kutjes, kutjes. Kutjes, kutjes. Vrienden kan zeggen dat ik die heb gewonnen. Wat een belachelijke onzin, jongen. Een slinger. Oh, wat. Oh. What the fuck, doet hij per ongeluk waarschijnlijk, hè? Per ongeluk, want hij wilde van spelen switchen. Doet hij een lopje, per ongeluk hem erin. Wauw, deze man heeft alles mee, jongen. Maar dan is het tijd voor de comeback. Oh, zie je, 1 goal terug, dat is al mooi. Toch? Ja, boom. Oh, door de keeper heen, benen. Yo, Memphis Depay, maar gelijk die aansluiting treffen maar. Want dan zijn we er weer, 3-2. Ja, dit is wat we moeten hebben, maar dan zit Piqué weer in dat nekje te hijgen. Terwijl die helemaal niet snel is. Kom op, Depay. Miranda het down. Ah, lekker hoor. Wat een scheidgoal, hé. Oké, let go, die finale erachteraan, hè. Oepsie, floepsie. I'm in love it. Ik zweet me dood. En dan volgt nu een beknopte samenvatting van de finale van deze beker. Poepjes. Poepkegel. Wat, Erik. Zag je wie deed? Wat doe je, Erik? Erik. Zag je wat Erik deed? Kutgoal. Tering, hé. Ah, dit is weer een fout van Erik. Kutspel. Fuck. Tering, jong. Dit was echt heel kut. Ik wil jullie bedanken voor het kijken, mensen. Ik hoop dat jullie het vet vonden. Ik in ieder geval wel. Een longshot met Sven van Beek. Een skillrun met Erik. Het zat er allemaal in vandaag. En een blauw duimpje blijft natuurlijk een geweldig gevoel. Sodemieter erop, man.